Want wij gaan naar onze derde gast, Max Veenstra. Hey. Eigenaar van een bedrijf hier vlakbij, Mission and Relief. Gevestigd in het truckcenter in Zevenhuizen. En wat is dat voor een bedrijf? Nou, Mission and Relief is een logistieke dienstverlener die zich bezighoudt met dienstverlenen aan hulporganisaties. We kennen de activiteiten van het bedrijf voor een deel waarschijnlijk wel via de operatie Schoenendoos, zoals die vroeger heette. Ja. Nu heet dat Edukans en de actie Schoenmaatjes. Wat is dat precies? Kunt u dat uitleggen? Nou, je moet je voorstellen dat Edukans is een organisatie die zich bezighoudt met onderwijs in de derde wereld. En die probeert de Nederlandse schoolkinderen te betrekken bij hun projecten in het buitenland. En hoe kun je nog beter een kind betrekken door een cadeautje te laten maken voor een kind wat 5.000 of 10.000 kilometer verderop zit? We gaan even kijken naar een stukje uit het documentatiemateriaal van de Edukans, waarbij we zien hoe ze worden uitgedeeld in Afghanistan. In dit geraamte van een flat wonen vluchtelingen uit het buurland Afghanistan. Daar is het al heel wat jaren oorlog. De omstandigheden waarin de vluchtelingen moeten leven zijn slecht. Er is voor de Afghaanse kinderen bijna nooit iets leuks. Schoenmaatjes uit Nederland brachten daar verandering in. En dit is in Moldavië. Speelgoed, schoolspullen en toiletartikelen zijn voor deze kinderen een echte verrassing. Ze zijn super enthousiast en van lesgeven komt niet veel meer. Ze mogen allemaal met hun doos naar huis. We zien vooral blije gezichten, maar er gaat dus heel wat aan vooraf, want dit is in uw bedrijf. Ja, kunnen jullie een beetje aan de hand van de foto's uitleggen wat hier gebeurt? Nou, hier zie je dus een grote groep vrijwilligers. Die komen iedere morgen rond 9 uur binnen en pakken dan uit een doos zo'n schoenendoos en maken hem open en gaan dan kijken wat erin zit. En dat is, kan je vertellen, voor die vrijwilligers is iedere doos weer een feest. En vooral omdat de dames zijn die helpen, die zijn erg nieuwsgierig, kan ik jullie verklappen. Dus die doen iedere doos weer open en dan kijken ze van, wow, dat is leuk. Wij zouden graag ook de kijkers naar de Mondvol willen aanraden om te reageren op de actie van Lon Radio om knuffels in te leveren voor de schoenendozen. En wij willen zelf goede voorbeeld geven door in ieder geval 1 knuffel namens de Mondvol te overhandigen aan Edukans. Ja, symbolisch, maar hopelijk heeft het meer knuffels tot gevolg. We hebben nog recht op een te gekke vraag, Max. Ja, ja. Ik haal hem onderuit. Ja, en hij moet dan via mij weer, hè? Dat is heel lastig, maar... Oké, dankjewel. Ja, wat eet je op nieuwjaarsdag? Ja, dan moet je mijn vrouw vragen. Heel handig. Oké. Max Veenstra, hartelijk dank. Jo.